Het kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten, ZDA, heeft vandaag het staatszijn gegeven voor de bouw van een multifunctioneel hoofdkantoor. En de ceremoniële eerste steen voor dit hoofdkantoor is vanmorgen gelegd aan de Eddy Brumastraat. De eerste steen is gelegd door Edward Blakman, voorzitter van de Zevende Dags Adventisten. Hij werd daarbij ondersteund door enkele kerkleden. Volgens Blakman voldoet het huidige kerkkantoor, dat gevestigd is aan de Madeliefistraat, niet aan de eisen om de totale gemeenschap op zijn best te dienen. In het nieuwe kerkkantoor zullen onder andere de verschillende werkkamers voor de departementhoofden worden ondergebracht, zegt Blakman. We hebben bijvoorbeeld het departement voor vrouwen, het departement voor kinderen, het departement voor jeugd, het departement voor gemeenschapsdiensten. Verschillende departementen, ik noem er maar een paar. En daardoor proberen wij dus de gemeenschap te dienen. Niet alleen maar onze eigen leden, maar ook daarbuiten proberen we een bijdrage te leveren. Er komt ook een gemeenschapscentrum hier zo, waardoor we dus beter in contact kunnen zijn met de mensen die we dienen. Edward Blakman, voorzitter van het kerkgenootschap der Zevende Dag Adventisten. Volgens Roel Blakman, ministeriële secretaris, is deze steenlegging een historisch moment voor het ZDA. Omdat voor een goed werk je toch wel een goede basis hebt waar je kan plannen, waar je kan vergaderen, waar je dingen kan uitzetten, strategie kan bepalen. En dan heb je toch een goed gebouw nodig. En het mooie van dit gebouw is dat het ook veel strategischer ligt dan onze ouder gebouw. Roel Blakman, ministeriële secretaris. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmorgen bij de ceremoniële eerste steenlegging voor de bouw van het nieuw hoofdkantoor van het kerkgenootschap aan de Eddy Brumastraat naast de Centrumkerk.